En welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Het is dinsdag is het momenteel. En ik heb een drukke week is daar komende. Ik ben afgelopen maandag weer begonnen, gewoon lekker met werken. En ik ben weer lekker in mijn oude ritme. En aankomende week dus hartstikke druk. Morgen heb ik een nieuwjaarsreceptie van mijn begeleiding van Paul Meijer. En daar ga ik een woordje doen. Ik ga de vlog van die jullie gisteren gezien hebben, die ga ik nu even snel eventjes editen of renderen en online zetten. En dan ga ik als de wie de weer ga weer aan de slag, want ik ben nog niet klaar. En ik moet opschieten, want ik heb niet veel tijd meer, want morgen moet het klaar zijn en ik ben er nog mee bezig. Hij is nog niet helemaal af en ik moet ook nog tekst maken. Dus ik heb een hoop werk nog even snel voor morgen te doen. Dat moet ik nog eventjes doen en dan ga ik donderdag ga ik naar de vakbeurs in Hardenberg. Ik denk dat ik mijn camera wel even meeneem. Misschien ga ik wel even filmen, misschien ga ik wel vloggen daar zo. Ik neem in ieder geval de camera mee, want ik wil toch wel even kijken of ik er misschien wel een leuke vlog van kan maken. En morgen ook. Ik wil morgen eigenlijk ook dat stukje dat ik dus de presentatie doe, wil ik ook eventjes op film hebben. Dus dat wil ik gaan proberen. Wat is die presentatie voor morgen bij Paul Meijer? Dat gaat dus over wat je doet, wat cliënten van Paul Meijer doen zo in het dagelijks leven. En waar ga ik het natuurlijk over hebben? Natuurlijk over mijn eigen YouTube kanaal It's Ultrax. Dat ga ik dus doen en ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ben helemaal niet zenuwachtig eigenlijk. Wow, waar is die? Oh, shit, oh. Nou, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik vind het juist hartstikke leuk om te doen. Ik zit alleen een klein beetje in spanning en dat is alleen maar om, dat ik het op tijd klaar krijg. Want ik moet nog even wat aantal dingetjes doen. Het is ongeveer een kwartiertje, dus het is ook niet weer erg veel werk. En ik kan er wel goed lullen, dus ik lul me er wel uit. Ik heb wat kleine beelden die ik wil laten zien. En daartussendoor wil ik ook nog wel wat vertellen. De vakbeurs in Hardenberg, dus is donderdag. En daar wil ik dus ook de camera mee nemen. Ik moet even twee batterijen even opladen. En daar ga ik ook een vlog van maken. Nou, wat is er al voor de afgelopen weken gebeurd? Het is weer goed gekomen, toch? We praten weer, we zijn weer on speaking terms. Dus weer een ruzie. En weer is het opgelost. Voor de rest is er nog een andere ruzie ontstaan. En daar wou ik het eigenlijk niet zo heel erg veel over hebben. Maar dat zijn wat kleine dingetjes. Als jij een YouTube kanaal hebt en die is bekend. Je hebt leuke gasten die jouw kanaal kijken, die dus fan zijn, geabonneerd zijn op je kanaal. Ja, als je die mensen achter je rug om zwart gaat maken met allemaal rare plaatjes, rare afbeeldingen. Ja, net of dat diegene je kijkers niet serieus nemen. Je kijkers net voordoen of dat het allemaal van die lipo's zijn. Ja, sorry, maar ik snap dan niet waarom je dan een YouTube kanaal hebt. Wees juist blij met je abonnees. En ik behandel al mijn kijkers met respect. En als ik naar een kanaal ga en ik heb een beetje contacten mee, wil ik ook met respect terug krijgen. Maar sommigen die hebben dat dus niet. En ik vind dat je
respect verdient. Ik vind eigenlijk dat je respect verdient als je ook respect teruggeeft. Het is een wisselwerking. Ik geef jou respect, dan geef jij mij respect terug. En als dat niet zo is, dan ben ik heel snel klaar mee. Nou, ik ben de afgelopen dagen niet veel vlogs opgenomen. En heel veel GTA-livestreams gedaan. Dus de kijkers van GTA die hebben wat meer... die hebben wat meer, zijn wat meer aan het trekken gekomen dan de mensen die mijn vlogs bekijken. Ik weet niet of dat er nog een aparte groep is die alleen maar of alleen mijn vlogs kijkt of alleen maar mijn GTA livestreams kijkt. Maar de mensen van mijn vlogs zijn een beetje achtergesteld en daarom dus weer een paar vlogs lekker achter elkaar. Ja, ik heb toch het vloggen ook wel best wel gemist eigenlijk. Want ik vind het toch wel lekker om ook eventjes af en toe een vlogje op te nemen. Het is nou niet echt het lekkere weer om naar buiten te gaan. Dus het zijn heel veel binnenvlogs. Zijn het de afgelopen weken geweest. En ook heel veel problemen in mijn vlogs. Gelukkig is dat nou een beetje opgelost. En komen er nu ook leuke dingen aan zoals Hardenberg... Paarmeijer en komen er nog andere leuke dingen. In april ga ik naar attractiepark Slagharen, dus daar ga ik ook weer vloggen. Daar ben ik een week, ben ik daar. Dan zit ik een week in Slagharen, dus dat is ook wel leuk. Dus in april kunnen jullie ook een leuke vlog of een paar vlogs. Ik weet niet hoeveel vlogs het zullen worden. Maar wil ik een paar vlogs gaan maken in attractiepark Slagharen. Ik had het natuurlijk vorig jaar ook al in Slagharen opgenomen en er een soort vlog van gemaakt. Alleen toen was het meer beelden en niet echt met mij in de camera. En dat ik dan dingen uitleg of dingen vertel of zo. En dat wil ik eigenlijk in april dus anders gaan doen. Dus ook echt het vloggen doen, praten en dingen uitleggen. En dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Nou, Boquito die zit weer... Dribbel en Boquito eigenlijk. Ja, want jou hoor, daar komt Dribbel ook alweer. Die lopen weer aandacht te vragen. Wat is er nou allemaal? Wat is er allemaal toch? Dus... oude vriend... Wat is er? Boquito? Boquitootje? Oh, wat ben je toch een mooie poes, hè? Wat ben je toch een lekker ding, hè? Ja, je bent mijn vriend, hè? Dribbel. Dus, in ieder geval... Zeker weten... De moeite waard om even... Aankomende week in de gaten te houden, want er komen hele leuke vlogs aan. En ik probeer ook in Hardenberg mijn camera gewoon lekker mee te nemen, dat ik lekker kan vloggen. Maak ik daar een hele leuke vlog van. Joost zal er zijn, Kevin zal er zijn, Ramon is zelfs... Ja, Ramon ook. Dus de hele Dynamite 1 groep is vertegenwoordigd op de vakbeurs in Hardenberg. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus ik denk wel even dat we een leuke vlog gaan opnemen. Lijkt me wel hartstikke leuk om te doen. Nou, bij deze dus eventjes een korte intro van wat er allemaal deze week gaat gebeuren. En wat jullie binnenkort dus allemaal te wachten staan op mijn kanaal. Ik ga nog even snel verder met editen, want ik moet nog de presentatie verder afmaken voor morgen. Dus ik ga ook weer aan de slag aan deze kant. Ik zou zeggen in ieder geval, kijk van de week eventjes, houd mijn kanaal van de week even in de gaten. Kijk even op mijn kanaal van de week, want er komen hele leuke dingen weer aan op mijn kanaal. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Blauw, paars, geel, oranje, interesseert mij het allemaal. Als je maar dat duimpje omhoog
geklikt. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En als je geabonneerd bent, druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen de groetjes. En tot van de week bij een paar hele leuke vlogs hier op It's Ultrex op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal al. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.